En dat was hem. Dan weet u een beetje in vogelvlucht waar we zijn en waaruit deze mooie zorgsalon georganiseerd wordt. Dan gaan we nu over naar de eerste presentatie en dan Ronald zit daar. Die zit op een schermpje. Ronald, ik geef jou het woord. Hoor jij ons? Ik hoor jullie en ja, ben ik te verstaan? Heel goed. Oké. Ja, Roland en Ronald, wij worden nogal door elkaar gehaald, ook hier en binnen het niveau, maar dat geeft voor de rest niet. Ik neem graag het woord en dank voor de introductie en ook voor, dat ik inderdaad vanaf mijn vakantieadres mocht presenteren. En dat wilde ik natuurlijk niet voorbij laten gaan. Het belangrijk onderwerp, belangrijk onderzoek wat we bij het NIVEL doen, landelijk, maar ook steeds meer regionaal. Dus dit is wel de prachtige gelegenheid ook om iets te vertellen over het NIVEL-onderzoek, wat we al heel lang doen bij het, vanuit huisartsenregistratie die we in het NIVEL, bij het NIVEL onderhouden. En ik heb de titel ook als ondertitel meegegeven dat ik ga iets vertellen over cijfers, maar niet alle cijfers die we hebben, dat zou te veel zijn, maar ook de knelpunten en wat ik zou willen noemen de wegen naar Rome, de oplossingsrichtingen. Ik doe dat vanuit mijn programmaleiderschap bij het NIVEL en voor een dag in de week ben ik dan inderdaad nog ook in Nijmegen verbonden aan de sociale faculteit. En ik wilde eigenlijk met de deur in huis vallen, dan het eerste plaatje laten zien wat we gepubliceerd hebben in de regionale factsheets vorig jaar. Vorig jaar hebben we voor alle 28 AZW, arbeidsmarkt, zorg en welzijnsregio's in Nederland, hebben we resultaten gepresenteerd van de enquête die we onder alle huisartspraktijken in Nederland uitzetten. Dat hebben we vorig jaar gedaan, het jaar daarvoor ook. Dat is nu een terugkerend meting die we doen, een peiling. En daarin vragen we stevast aan praktijken welke arbeidsmarktknelpunten zij op dit moment ervaren. En dit plaatje vat eigenlijk heel goed samen hoe nu variëteit in Nederland is wat betreft de type arbeidsmarktknelpunten. En als we dan inzoomen op het Brabantse, dan zie je, dan valt eigenlijk op die bruine, die is bruin gekleurd en dat daar bovengemiddeld huisartsknelpunten zijn, bovengemiddeld doktersassistentenknelpunten aan de orde zijn en bovengemiddeld knelpunten op het niveau van de praktijk. En daar zitten allerlei vragen en items achter, die ga ik hier niet verder uitleggen, maar dit geeft aan dat Brabant wel getypeerd wordt, deze gebieden hier, als een van de weinige gebieden waar relatief vaak verschillende type arbeidsmarktknelpunten voorkomen. En dan heb ik het over problematiek met het vinden van waarnemers, van praktijkopvolgers, maar ook dus met doktersassistenten en dingen als het niet kunnen aannemen van nieuwe patiënten. Dus daar cumuleert een aantal problemen. Dit plaatje is op basis van 2019 ook. Al in 2018 zagen we die problematiek in Brabant, maar ook in verschillende andere regio's in Nederland, waaronder de zogenaamde krimpregio's. Aan praktijken vragen we ook elk jaar, wat zijn nou de oplossingsrichtingen waar jullie mee bezig zijn? Of wat jullie van plan zijn om te doen om die arbeidsmarktknelpunten te kunnen voorkomen of te kunnen bestrijden. Mijn tip staat altijd dan bovenaan het optimaliseren van de personeels- en functiemix. En ik wil er graag zometeen wat meer over zeggen, omdat ik denk dat dat een hele belangrijke richting is naast de andere oplossingsrichtingen die ook vaak worden aangekruist, namelijk het kaart brengen van een snel opleidingsniveau hebben we, proberen de patiëntenstromen efficiënter te delen, takkenschikking is één daarvan en waar het zometeen nog over gaat, het toepassen van e-health. En de cruciale vraag is natuurlijk, aangezien er niet één oplossing is voor hetzelfde probleem, welke oplossing past nu bij welk probleem? En daar heb ik eerder ook wat geschreven en over verteld dat eigenlijk je twee hoofdroutes kunt onderscheiden als het gaat over arbeidsmarktknelpunten. En de algemene en de meest voor de hand liggende oplossingsrichting die we ook natuurlijk nu in alle stukken ook zien en wat ook het algemene beleid is, namelijk
beter plannen, meer capaciteit, inzetten op kwantiteit, een kwantitatieve aansluiting op de arbeidsmarkt. Maar de tweede route, dat heeft eigenlijk te maken met waar ik hiervoor op duidde, namelijk dat je arbeidsmarktproblemen ook moet kunnen weerstaan en kunnen proberen op te lossen, beter te organiseren. En dan gaat het meer over de kwalitatieve aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. En ja, 1 plus 1 is 3, dat klopt. En dat is dan ook mijn sluitstuk, omdat dat het combineren van beide wegen naar Rome, mijn inziens, de oplossing zou moeten vormen voor de specifieke problemen waar we nu mee te maken hebben. En die eerste richting, dus het beter plannen, lijkt een hele simpele vraag. Hoe meer capaciteit, hoe beter. Maar hoeveel capaciteit heeft een land dan eigenlijk nodig? Of een provincie of een huisartspraktijk? En die niveaus van plannen, die lopen door elkaar heen. En die worden eigenlijk in Nederland nog niet goed op elkaar afgestemd. Dus op landelijk niveau plannen we hoeveel huisartsen moeten we opleiden. Maar ook hoe dat dan regionaal verdeeld zou moeten worden. En of hoe we kunnen voorkomen ook dat huisartspraktijken met elkaar concurreren in plaats van samenwerken om personeel. Dat is een belangrijke vraag bij deze oplossingsrichting. En die oplossingsrichtingen bestaat natuurlijk uit vele subopties, zou je kunnen zeggen. Dus het belangrijke is om te kijken naar instroomregulering, meer opleiding, maar ook rendement uit de opleiding. En de arbeidsmarkt voor de huisartsenzorg of in de zorg wordt wel eens vergeleken met een vergiet. Hè. Er wordt dus voldoende instroom, of tenminste, er wordt meer opgeleid dan ooit, laat ik het zo zeggen. Maar als binnen een jaar de uitstroom weer bijna even groot is, dan is het probleem eigenlijk nog meer geweld aangedaan dan de oplossing. Dus uitstroomregulering, personeelsbehoud, loopbaanondersteuning, dat zijn belangrijke opties in deze oplossingsrichting. En dat geldt natuurlijk ook voor productiviteitsverhoging, voor zover dat mogelijk is in de zorg en de huisartsenzorg. En de vierde, en niet de laatste optie, ook vraagregulering speelt natuurlijk hier een rol. We doen dat niet in de zorg, maar ook nevenkopen en selectie, specialisatie zijn belangrijke richtingen. Ik wilde nog specifiek ingaan op die tweede oplossingsrichting, waarin eigenlijk niet de vraag is hoeveel personeel heeft een land of een provincie of een praktijk of een ziekenhuis nodig, maar welk personeel daarvoor om de zorgvraag te kunnen bedienen het meest geschikt is. Wat is de beste match tussen een skillmix van een organisatie of een regio of een land en als er de case mix, de zorgvraag die waar je mee te maken hebt nu en in de toekomst. En dat is typisch ook een ingewikkelde vraag. En meer een vraag die gaat ook over het nadenken van de samenstelling van het personeel. Omdat we natuurlijk te maken hebben met grenzen aan de groei. Grenzen aan het werven, aan het selecteren, aan het behouden van personeel. Capaciteit kan niet eindeloos worden vergroot op al deze niveaus. Dus anders, beter organiseren is de tweede route. Die ook waar praktijken, huisartspraktijken mee bezig zijn, op zoek naar die optimale beroep, functie of skillmix. En dat heeft ook fundamentele vragen tot gevolg. Namelijk, waarom hebben we bepaalde taken nu eigenlijk zo verdeeld? Wie doet wat en waarom? En wat is voorbehouden? We hebben het vaak over voorbehouden handelingen, voorbehouden taken. Maar wat is nu eigenlijk voorbehouden? Gezien vanuit kwaliteit, maar ook vanuit toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, kan een verschillend antwoord worden gegeven op die vraag. En het is van cruciaal belang om die drie pijlers van elk gezondheidszorgsysteem, om die alle drie te projecteren op die vraag over wat doen we nu en wat is voorbehouden. Wie mag en kan wat doen, ook in de huisartspraktijk. Vraag aan huisartspraktijken, behalve dus wat ik net liet zien, welke knelpunten ze ervaren, ook wat hun functiemix dan is. En dit is gewoon even te laten zien hoe groot de diversiteit er nu is in de huisartspraktijk wat betreft functies. Functies worden ook nieuw gecreëerd. Er ontstaan nieuwe functies eigenlijk vrij snel. En we zien ook dat in snel tempo praktijken wat dat betreft steeds diverser zijn wat betreft hun functiesamenstelling. En cruciaal wordt dan natuurlijk met die groei van die praktijken in het aantal functies en het aantal capaciteit wat er is. En dan laat ik het volgende plaatje even zien.
dat je ziet en dat je probeert ook daarmee te achterhalen welke functiesamenstelling nou eigenlijk optimaal is en welke gemiddelde functiegrootte nou optimaal is voor een praktijk gezien het, de patiëntenpopulatie. En hier zie je al hele interessante verschillen tussen provincies wat betreft A, de gemiddelde aantal FTE wat werkzaam is in die praktijk, maar ook hoe dat is samengesteld. En ik wil dit alleen maar laten zien om aan te tonen dat het nadenken over de functiesamenstelling de tweede oplossingsrichting is. En we vragen dat dan ook aan, sinds kort aan praktijken. Wat verwacht u nu aan beroepen op en af te schalen? En heel begrijpelijk is dat er heel veel praktijken er eigenlijk nog geen idee van hebben. Dat is die rode balk of ze geven aan, nou ik probeer het ongeveer hetzelfde te houden. En dat hoeft ook, dat is niet per se een verkeerde strategie. Maar het nadenken over welke beroepen zou je bewust willen op- of afschalen om een optimale functiemix te creëren, te realiseren met het oog op de toekomstige vraag, dat is een belangrijke oplossingsrichting. Hè? En daar proberen we ook praktijken in te stimuleren met dit soort benchmark informatie die ik net liet zien. Nou, mijn conclusie is, er zijn nog heel veel andere cijfers over de Brabantse praktijken en de Brabantse arbeidsmarkt te presenteren. Wat belangrijk is, en ik denk ook dat mijn volgende sprekers daarop in willen haken, is dat het belangrijk is om niet alleen te kijken naar kwantiteit, maar ook naar kwaliteit van de arbeidsmarkt, van de aansluiting. Dus die eerste route is het natuurlijk belangrijk om te zorgen dat we voldoende blijven opleiden. Dokters, assistenten, huisartsen, POH's, et cetera. Dat is een vaste basis. Maar zeker zo belangrijk is om juist ook flexibel te kunnen zijn in organisatieverband. En dus ook de functiemix te kunnen plannen. Ook dat is belangrijk naast capaciteitsplanning ook skillmix planning gedaan zou moeten worden. En nou ja, dat is dus mijn boodschap zou ik willen zeggen om hiermee te besluiten. Combineer de wegen naar Rome. Dat proberen we op landelijk niveau te doen, op regionaal niveau en op organisatieniveau. Op al die niveaus is dat belangrijk. En dan is dit de laatste slide waarmee ik dan zou willen afsluiten. En ik hoop dat ik dat een beetje binnen het kwartier heb kunnen doen. Dankjewel, Ronald. Het was helemaal perfect binnen het kwartier. Je hebt nog een paar minuten over, dus okay. Je kan nog even los. Nee, laten we dat niet doen. Heel erg veel dank voor deze duidelijke presentatie. Het idee is dat we alle punten voor de discussie met de zaal, met de online zaal, bewaren tot nadat we drie sprekers hebben gehad. Maar mocht er iemand echt verduidelijkende vragen hebben nu aan Ronald, dan kan dat even. Dus iets wat je nog, iemand in de zaal die iets nog nader uitgelegd wil hebben of toegelicht, dan is daar nu even tijd voor. Dan kijk ik op mijn schermpje of ik in de chat een vraag zie binnenkomen. Dan gaan wij nu weer terug naar de presentatie. Ga ik dat even aan de techniek vragen. En dan geef ik mijn pointer door aan